Dirk en Anneke zijn aangekomen op Madeira. Na een geslaagde huwelijksdag stond Anneke vandaag op met twijfels. Ze is vastberaden om het experiment de kans te geven dat het verdient. Maar wil ook eerlijk zijn. Hoe pijnlijk ook. En dat komt bij Dirk hard aan. Nou ja, ik ben hier op Madeira met Anneke. Maar ik had me toch vanmorgen vroeg had ik een andere voorstelling van gehad. Ik heb gezegd hoe ik mij voel. En ja, dat hij mij ook ruimte moet gaan geven. Want dit gaat zo niet werken. Hoe voel jij je nu? Onzeker. Je voelt je onzeker? Ja. Ja. Ben je bang om het te goed te doen voor mij? Ook. Ja, dat moet je niet gaan doen. Een verlegen jongetje. Ben jij een verlegen jongetje? Ja, ik ben zeker verlegen. En jij ook. Is wel leuk dat je dat vindt, maar ik ben totaal niet verlegen. Nee. Weet je wanneer ik minder onzeker ben? Nou, wanneer ben je meer onzeker? Als ik af en toe toch even die bevestiging krijg van dat ik er mag zijn. Dirk is wel heel, heel emotioneel. Ik zie toch wel graag wat meer kracht en een rechte rug. Je emoties tonen mag, maar toch ook even nadenken wat het met een ander doet. Jij vertelde dat je fijn vindt om kleding, een mooie kleding te kopen. Vind ik ook. Ja, vind ik heel leuk. Ik mag toch graag goed Want uitzien. Ik ben ook een ijdel figuur en ik heb ook mooie kleding. Maar niet Ja, morgen. Daar hou ik van. Ja. Ik heb mijn best gedaan voor jou vandaag. Ja. Om mij mooi aan te kleden. Oh, had je gezegd. Zo ben ik. Als ik haar hoor, heb ze heel veel kasten vol. Kamers vol met kasten vol met merkkleding. Ja, heb ik niet. Maar ja, ergens verwacht ik wel. Want ja, toen ik dat prachtige pak aan had, gisteren, toen verdeed ik er wel aan. En nu heb ik gewoon koffie aan. En nou is het één keer mis. En dat is verbazend. En denk, wat de fuck is dit? Ik heb ook andere kleding. Mm-hmm. Maar die had ik in mijn koffer zitten. Voor jou. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Ik doe ook mijn best voor jou om er leuk uit te zien. Ja. Ik doe mijn best om er mooi voor jou uit te zien. Ik draag prachtige lingerie. Dat doe ik voor jou. Dat jij mij leuk gaat vinden. Daar verwacht ik wel wat voor terug. Dat ik graag zou zien dat u ook wat meer moeite doet zich voor mij leuk aan te kleden. Vandaag was het even lekker makkelijk. Het zweet met de pleuris. Ja. Mooie kleding. Wil ik gebruiken voor als ik lekker chic met jou uit ga eten. Ik vind het leuk om mooie kleding te hebben. Alleen, ja, niet elke dag. Nee. En dan denk ik ook van, je hebt je verlanglijstje voor een man zo hoog staan. En voldoe ik er niet aan, dan is het klaar. Ja. Ben je niet gelukkig?